de draaibaan op. Ziet er prachtig uit. En het is ook prachtig, want de start is in één keer goed. Leiding wordt genomen door Von Pompon en een galopade van start af van Broer van Bremen. Die loopt inmiddels weer, maar verliest wel wat meters. En de eerste bocht in gaat op dit moment Von Pompon. Von Pompon heeft de leiding genomen. Op de tweede plaats ligt al Danny den Dubbelde met Dexter. Buitenkant daarnaast komt Thomas Bos naar voren met Fleur Zwageman. En de vierde plaats daarachter, terwijl Fleur Zwageman nu wegspringt, wordt nu de derde plaats voor de nummer 6, Classic Benesse. Paarden in de rechte lijn overzijde. Leiding daar in handen van de favoriet Von Pompon. Von Pompon, Dexter, daarachter op plaats 3 Classic Benesse. Vierde plaats daarachter is voor Denise Pennekamp met Diamond SL. Zo gaan de paarden de bocht op zoek. Aan de buitenkant komt Tom Kooijman naar voren in zijn bolletjestrui met Gideon of Egypt. Die maakt een galopade in de bocht, in de opmars. En die valt daardoor net zo hard weer terug. Wordt aan de binnenzijde nu gepasseerd door King Bantam M. Zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. En we hebben nog 2 ronden te gaan. Leiding in handen van Eline Jansen met Von Pompon. Op de tweede plaats daarachter ligt Dexter. Derde plaats daarachter voor Classic Benesse. Vierde plaats is voor de nummer 4 Diamond SL. Vijfde ligt de 3 King Bantam M. Op de zesde plaats ligt Sereste, de 11. En zo gaan de paarden de rechter bocht in. Zevende plaats daarachter voor Bacardici, de 10. Aan de buitenkant komt Broer van Bremietje naar voren. Aan de relingzijde daarnaast ligt de 5. Fleur Zwageman, die weer hersteld is naar de galopade. En daarachter volgt, en die had ook een fout gehad, de 9 Gideon of Egypt. Paarden voor de volgende keer in de rechte lijn overzijde. En als ze straks de finish passeren, hebben ze nog 1 ronde te gaan. Leiding is daar nog altijd in handen van Von Pompon. Von Pompon wordt gevolgd door Dexter. En op plaats 3 daarachter Classic Benesse. Ook aangesloten bij de kopgroep nu de 4 Diamond SL. Die 4 paarden, die zijn wat weggelopen bij de rest. En zo komen de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. 1 ronde te gaan nog. Eline Jansen kijkt een keer over de schouder. Maar er verandert helemaal niks, want het tempo is vrij hoog. Von Pompon leidt. Von Pompon daarachter op plaats 2 Dexter. Derde plaats daarachter Classic Benesse. Vierde plaats is nog altijd voor Diamond SL. En naar de vijfde plaats gaat aan de buitenzijde Broer van Bremen. Komt nu naast King Bantam M. Dat zijn de eerste paarden. 3 lengten daarachter volgt nog Gideon of Egypt. En zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Tempo is duidelijk omhoog gegaan. En nog altijd leidt Von Pompon. Von Pompon voor Dexter. En erachter op plaats 3 wordt zo langzamerhand een beetje aangedreven Classic Benesse. Aan de buitenzijde komt 1 deelnemer hard naar voren. En dat is Broer van Bremen. Paarden gaan de laatste bocht nu in. En inmiddels is de koploper halverwege de laatste bocht. En dat is nog altijd Von Pompon. Op de tweede plaats Dexter. Aan de buitenzijde komt Broer van Bremen. Aan de binnenzijde zoekt het gaatje. Vindt het gaatje nu ook. Vin Verkijk met Classic Benesse. Fout aan de koploper. Von Pompon. Die springt weg. En de leiding wordt overgenomen door Dexter. En die wint. Uitgeschakeld. 2-2 galop. Dexter wint. De 7, de 6, dan de 3 en dan de 8. 7-6, 3-8. Voorlopig. Wat een ontknoping, dames en heren. De favoriet aan kop sprong in de laatste meters en is uitgeschakeld.